Vanavond ben ik te gast bij Wout en Nel Versteeg. U allemaal wel bekend. Wout is de penningmeester van onze kerk. En Nel heeft in vele functies gefunctioneerd in onze kerk. Toen Nel hoorde van Worte voor Lijf had ze een heel bijzondere inschrijving. Nel, vertel eens wat je hebt bedacht. Nou, het was eigenlijk zo Ad, en laat ik bij het begin beginnen. Toen er in de kerk geopperd werd, dat we een mooi project gingen doen dit komende jaar. Uh, Water for Life. Toen dacht ik van, nou, uh, wat, wat houdt het in? Ik ging daar iets over lezen en later ook wat over horen. Toen begreep ik dus dat het zou zijn een waterproject voor de allerarmste in, nou, noem maar Afrika. En toen schoot me gelijk. De gedachte te binnen uit de, uit de Bijbel, uit Matthäus. Ik weet niet helemaal precies uit mijn hoofd, maar volgens mij in Matthäus 25. Daar staat: wat je aan de minste van mijn broeders hebt gedaan, dat heb je aan mij gedaan. Toen dacht ik: Nou, wat mooi van onze kerk om juist zoiets te gaan doen. We gaan de allerarmste in de wereld helpen aan sanitatie en drinkwater. Fantastisch toch? En ja, toen dacht ik, ja, Nel en Wout, wij moeten daar ook wat aan doen. Wij gaan ons steentje eraan bijdragen. En ja, dan ga je nadenken van, uh, wat heb ik te bieden? Of uh, wat kan ik hierin betekenen? Nou, toen dacht ik, ik kook gewoon graag. Dat vind ik gezellig. Ik hou ervan om mensen om me heen te hebben. En jullie weten wel, ik uh, maak graag een praatje. Dus zodoende dacht ik, weet je wat? Ik ga uh, een lekkere maaltijd maken voor degene die dat graag zou willen. En dat heb ik opgeschreven. En in tijd van ja en nee was mijn lijstje gevuld. En uh, ja, er komen dus vier stellen mensen op een bepaalde dag een hapje bij ons eten. En we willen dat uh, zo gezellig mogelijk maken. En. Uh, nou, ik ontvang ze dan en we gaan eerst even met elkaar informeel zitten, om het maar zo te zeggen. Dan gaan we wat drinken. En ja, we zullen het zeker ook over dat waterproject hebben. Want daar draait het allemaal om. En dan gaan we met elkaar aan tafel. Een lekker volgerechtje. En wat ook zo mooi is, euh, dan ontmoeten wij elkaar lekker aan de tafel hier. We zien elkaar regelmatig in de kerk en dan zitten we ook wel eens aan de avondmaalstafel, maar dan praten we niet zoveel. En dat kunnen we nu hier wel doen. En dat vind ik dan zo mooi. Uh, dan leren we ook wat meer van elkaar kennen en weten en kunnen we misschien uh, ja, dingen delen. En ja, dan heb je elkaar al, al jaren ontmoet en dan denk je van ja. Oh, dit wist ik nog niet. Wat mooi. Misschien kan ik wat betekenen voor jou. Dus uh, ja, ik denk dat het ook uh, sociaal gezien. Uh, ook nog een beetje een leuke stap is. Nou, nou, dat is een heel mooi verhaal. Uh, jij maakt van een doel. Maak je nog een ander doel. En nog een verder doel. In ons vorige gesprekje had je het over een, nog een ander soort water. Wil je daar ook nog wat over zeggen? Ja. Uh... Toen we dus dat uh, uh, hoorden dat het Water for Life zou zijn, toen dacht ik van ja, dat is mooi om mensen op weg te helpen. En wat zou het nou mooi zijn als er goed aan gegeven wordt, natuurlijk? Uh, zodat er ook inderdaad uh, spijkers met koppen geslagen kunnen worden, zodat die mensen geholpen worden. Maar misschien een stapje verder, dat we ook nog. Zover kunnen komen dat we hun het evangelie kunnen brengen. Want water dat leven geeft en waar je nooit meer dorst van krijgt, dat wil iedereen wel hebben, denk ik. Uh, ja, in de Bijbel zijn er heel veel plaatsen te noemen waar het over water gaat. Mensen gewassen worden, gereinigd worden. Maar het allerlaatste, en er, uh, dat vind ik zelf eigenlijk wel een heel mooi beeld in de Openbaringen, zie je dus dat. ...water wat uit de rots komt en we hebben allemaal wel eens een keertje een, uh, een mooie waterval gezien... ...en dan sta je versteld van hoe prachtig en mooi het is. Maar zoals het in openbaringen beschreven staat, ja die geest van God die, die zal ons dan allemaal vervullen. Het wordt nog duizend keer mooier dan we eigenlijk al bij een gewone waterval zullen zien. En ik denk, als we de mensen kunnen vertellen over wie Jezus is en dat ze ook van dat water mogen drinken, nou, dan is het helemaal compleet. Nou Nel, deze boodschap was ook heel erg uh, duidelijk. Je hebt een hele mooie wens gedaan. Um, jouw veiling die was heel snel uitverkocht, om het zo maar eens te zeggen. Ja. Ik hoop dat het voorbeeld wat jij gegeven hebt om vier stellen uit te nodigen om te komen eten... Dat het navolging verdient. Zo kan iedereen op zijn eigen wijze een bijdrage leveren aan het project Water for Life. Hartelijk dank voor dit leuke interviewtje en ik zie je waarschijnlijk zondag in de kerk. Groeten.